zaterdag 9 mei en wij zijn op de camperplaats Schoppenburg in Overdinkel. En ik ben er volgens mij 2 jaar geleden ook al een keer geweest. En ja, het is nog allemaal relatief nieuw hier. Ik laat je zo meteen de hele camperplaats natuurlijk zien. En dit, beste mensen, is het sanitair. Dat mag natuurlijk nu niet open, want niemand mag erin. Maar ik heb gevraagd aan de eigenaren van, mag ik het even laten zien? Want ik vind het fantastisch. Kijk, zo ziet het eruit. Mooie vloer erin. Het ziet er allemaal prima uit, zie je? Toiletten. En dit is de douche. Ik had het laatste keer in die laatste film al laten zien. Het is allemaal toch nieuw. Zie je dat? Jammer dat het nu in tijden van corona niet gebruikt mag worden. Hier heb je nog een wasbak. En dat is privé. Ja, daar mag ik helemaal niet in. Mooi, hè? Gauw weer op slot. Want anders denken misschien de camperaars dat ze hier wel in mogen. En dat mag in tijden van corona niet. Wij zijn, het is geloof ik 10, ja, het is 10 mei. Ja. En we zijn in Overdinkel bij de camperplaats Schoppenburg. En dat is Sandra en dat is Jan. Jullie achternaam is Benneke, klopt dat? Dat klopt. Ja. En ik ben al, nou, ik heb het vanochtend nagekeken, dat was in november 2018 ben ik al een keer bij jullie geweest. Hoe lang zijn jullie open? Sinds 2016. Dus ook nog niet zo lang, hè? Nee, 4 jaar. 4 jaar zijn jullie open. Dus toen ben ik al hier bij hen geweest en ik heb toen in die tijd ook al een vlog opgenomen. Die kun je zien. Je ziet straks boven in het beeld het nummer van die vlog. Kun je die oude vlog ook nog een keer kijken. En het is de tijd, nou ja, ik wil niet zeggen na corona, maar eigenlijk zijn jullie maar hoe lang open? 2 dagen, 3 dagen? Nee, zo? Een week. Ja. En ik heb begrepen dat jullie gewoon dicht moesten. Dat klopt, ja. Van de overheid? Van de gemeente, nee, van regio van de Twente. Regio. Ja. Die hebben gewoon tegen jullie gezegd, je moet dicht. Ja. Er kwam een noodverordening en die werd de 21ste. Nee, 26 maart werd die bekend. Ja. En we hadden nog gasten staan. En 3 stuks die avond. En om 22:30 hadden wij duidelijkheid dat we eigenlijk die dag dicht moesten. Ja. En we hebben anders morgens hebben we de gasten verteld. Maar 's avonds om 22:30 stuur je de gasten niet meer weg. Nee. En, ja, dat kan ook niet. Hè? Nee. Je kan niet 's nachts gasten wegsturen. Nee. Of ze gewoon uiteindelijk moesten. Ja, eigenlijk wel. Eigenlijk moest het. Ja. Het was ook wel een beetje vreemd, want de noodverordening was om 6 uur 's avonds ingegaan. Ja. En we hebben het pas 22:30 's avonds kregen we het pas via de mail. Dat ging ook allemaal zo snel, hè? Ja. Ging heel de hele snel. Economie, alles ging snel. Van de ene dag op de andere. Ja. En hoe is dat dan als je plotseling geen geld meer verdient? Want het seizoen begon net. Ja, dat is een beetje vreemd. Je hebt gelukkig hebben we allebei nog een baan. Hmm. Dus ons leven, mijn leven voornamelijk, ging gewoon door. Ja. Jan werkte aan een school en ook de school is dicht. Dus ja, dan heb je in 1 keer heel veel vrije tijd. Ja. En dan zit je eerst wel 2-3 dagen in huis dat je denkt van, wat is dit? Hoe wat gaat dit? Hoe moet dit? Ja. Maar had je al een idee hoe lang dat zou duren? Nee. Niemand had dat. Ik ook niet trouwens. Nee. Nee. Het was gewoon, wij zien wel wanneer weer open kan. Ja, zelfs de laatste persconferentie, ik geloof dat het 21 april was. Ja. Toen zaten we samen voor de tv en toen dachten we van, nou, het gaat nog niet gebeuren. Mm-hmm. Dus toen hadden we zoiets van, nou, we hadden de tuin aangepakt, wat gaan we nu eens doen? Ja. En zo snel als we dicht moesten, zo snel mochten we ook eigenlijk weer open. Ja, de politici zeggen ook altijd, wij weten het zelf ook niet, wij varen op zicht. Dat klopt. Het is de eerste keer, hè? Het is de eerste keer dat zoiets gebeurt. Ja, en wij weten het eigenlijk niet. Nou ja, in elk geval zijn jullie open. En ik zie dat jullie niet alle plaatsen bezet hebben. Dat is bewust zo.
Jullie hebben 25 plaatsen? Ja, voor nu hebben we dit wel bewust gedaan. Ik werk in de zorg, dus voor mij was dit toch een hele moeilijke beslissing om toch open te gaan. Mm-hmm. Ja, want ja, je komt heel veel met heel veel mensen in aanraking. Ja. En toen hebben we bedacht van, god, hoe kunnen we doen om wel open te kunnen? Ja. Dus ja, dan hebben we in eerste instantie dus die receptie gebouwd. Zo van dat ik mijzelf en de gasten veilig kan begroeten en met hun kan spreken. Ik zie ook, wij zijn gisteren al hier aangekomen, daar is plexiglas is ervoor. Ja. Dus jullie hebben allemaal beschermende maatregelen genomen. Klopt. En wat ik hier ook zie, het is allemaal zo lekker rustig. Lieve mensen, dit is een boerderij geweest. Ja, ja. Het is nog steeds een agrarisch bedrijf. Ja. En, ja, een agrarisch bedrijf. Een agrarisch bedrijf en zo wordt het nog steeds gevoerd. Maar de camperplaats hebben we sinds 2016 erbij gedaan. Omdat de inkomsten die slinkten toch. Ja. Je moet creatief zijn. En, we camperden zelf dus al. Komt dat dan, hè? Dan ben je zelf camper aan en dan denk je, dat is misschien een leuk idee. Ja. Ja. En jullie hebben het ook verdomme goed aangepakt. Dat komt waarschijnlijk omdat je zelf camper aan bent. Want in 2018 of 2019 heb je een eerste plaats gekregen. Ja, bij wat was dat? Campercontact. Bij Campercontact. Ja. Dat is het Nederlandse Campercontact. Ja. Ja. En die hebben jullie de eerste plaats gegeven? Ja. Voor beste camperplaats? Voor 2019. Ja. Ja. 2019. Ja. Nou ja, dat is allemaal goed onderhouden. Nou ja, jullie hadden ook, of hebben een iets leuks bedacht. Binnen mag je niet meer douchen. Nee. Dus je hebt een buitendouche. Heb ik in die andere film al laten zien, die hiervoor is. Super gedaan. Ja. Ja. Maar die fietsenplaats die daarvoor is, wat is dat? Ik zie allemaal sleutels hangen en zo. Ja. Kun je zelf aan je fiets sleutelen? Of ja, ik ben van huis uit ben ik een technische man en gereedschap hang je er naartoe, alle onderdelen voor de fietsen. Als mensen wat stuk hebben of zo, kunnen ze zelf repareren. Ja. Ja. En, dus zelfs een fietshaken hangt daar. Ja. En, als je zin hebt, kun je de fiets poetsen. Ja. Maar ook onderdeeltjes voor de camper, hè? Kleine onderdelen. Kleine onderdelen voor de camper. Ja. Als mensen verlegen zitten, je greep niet mis, zeg maar. Ja. En zijn jullie nog lid van Wij bij ons? Bij ons. Ja. Het rondje bij ons. Bij ons. Ja. 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 Daar zijn jullie lid van. Ja. Hoeveel leden hebben jullie bij elkaar nu? 29 nu. 29 camperplaats. Heel Nederland heen. Heel Nederland, ja. Is dat nu een beetje de bovengrens? Of? Ja. Ja, ze wilden tot 30. Ze wilden tot 30, dus twee zouden er eigenlijk nog bij kunnen. Zou nog bij kunnen. Ja. Want je wil exclusief blijven. Ja, ja. En je wil ook door heel Nederland. Dus ze zoeken nu nog naar een geschikte camperplaats in, ik geloof, of in Limburg of in Zeeland. In ieder geval waar er nog niet zoveel zijn. Ja. In ieder geval wie bij ons aangesloten zijn. En, en moet ook de afstand tot elkaar, wat moest dat zijn? 35 kilometer of zo, hè? Ja, precies. Ja. Ja. Ik ken natuurlijk heel veel bij ons camperplaatsen, maar daar kom ik heel graag. Want ik weet, als ik daar kom, dan is het meestal goed. Ja. Ja. Sanitair is goed, alles is goed. Ja. Ja. Oké, lieve mensen, bedankt voor dit interview. En ik wens jullie heel veel succes verder. En ook na corona, als de mooie sanitaire ruimte weer open mag, dat alles weer zo is zoals het vroeger ook was. Ja. Gezellig. Ja. Graag gedaan. Dank je wel. Dat is ons streven, de gezelligheid. Ja. Ja. Okay. Ja. En gewoon de mensen laten wezen. En wij denken toch dat het echte, dat gewoon wint. Ja, dat denk ik ook. Ja. Oké. Okay. Dank u. Ja, staan we hier bij Skoppenboer. En mijn vrouw is met haar eigen auto mee. En zij is wolfuldecorateurin, maar ook tuinvrouw. En wat doet ze? Ze ziet natuurlijk meteen iets. Hoe heet dit op zijn Nederlands? Ik weet alleen hoe ze op... Klimop. Hedera. Hedera, ja. En zij is nu de hedera hier aan het... Invlechten. Dat invlechten. Het inkomt, anders blijft het onderin en dan hou je altijd die roestige draad. Maar het moet zo'n mooie groene... dichte wand worden. Ja, hier heb je het al gedaan. Een beetje uit elkaar gehaald, zie je. Want in de winter blijft dat ook mooi groen. Ja. Het is smal, het kost heel weinig. Ja. En je hebt er altijd plezier van.
gewone bouwmat, hedera er tegenaan, de doorvlechten en klaar. Voor een smalle tuin is het leuk. Ja. En als je nou één daartussen extra zet, dan gaat het toch nog sneller. Maar je moet het wel leiden. Als je het niet leidt, maakt... Het is voldoende. Ja, oh ja. Het is voldoende. Maar het moet leiding hebben. Het moet gewoon leiding hebben en dan gaat het... Vanzelf. Het groeit ja. Meer dan een meter per jaar. Ja, ja. Dus eigenlijk als je het nu goed vlecht, ja. Dan zou het kunnen dat het binnen een jaar helemaal vol is. Het helemaal dicht. Zit het dicht. Hé, hey, onze hond die loopt bij de mensen daarachter. Oh. Gauw halen. Hij zit wel aan een lange lijn, maar hij vindt het ook wel spannend naar andere campers te lopen. Dus de camperplaats is in een rondje gebouwd, zoals je dat hier ziet. En ik moet zeggen dat ik gisteren al een hele film heb gemaakt. Gisteren was fantastisch weer. En dat hier mensen stonden die ik geïnterviewd heb. Die stonden hier. Die had ik al een aantal keren gezien. Maar ik weet niet waarom. Die films zijn, ja, dat is niks geworden. Ik heb het apparaat niet aangezet, of ik heb het als foto gedaan. Mijn excuus aan die mensen die ik gisteren geïnterviewd heb. Die staan er dus niet op. En nu, een dag later, is het weer ineens. Het is zondag 18 uur. Nu ineens is het heel slecht geworden. Of slecht, er is gewoon wind opgekomen. We hebben echt twee fantastische dagen gehad. Prachtig weer is het hier. En nu hoor je waarschijnlijk windgeluiden. Maar ja, ik laat het nog een keer zien. Daarachter zijn zonnecellen. Dat is het sanitair gebouw wat nu dicht is. Maar ja, dat, goed, dat kon ik je nog laten zien. En ja, de meesten zijn weg, hè. Dat is het. Dus diegenen die dit weekend gestaan hebben, die hebben fantastisch weer gehad. Hier staan dus de fietsen. En wat je straks in het interview ziet, je kunt jezelf aan je fietsen sleutelen, zie je? Alles staat hier, hangt hier bedoel ik. En je kunt zelf je fiets repareren als je dat leuk vindt. Nou, dit is de Zorgung, chemisch toilet. En zo, dat is hier. En helemaal vooraan, ja, dat had ik geloof ik niet gezien. Kijk, het is al 18 uur, dus dat ding is al omlaag. Dat is, ik heb gehoord van de grens. En hier, vooraan, uw waterloze en vers water tappen. Nou, ja, goed. Dat was het van deze camperplaats Skoppenboer. En nogmaals, mijn excuus voor de mensen die ik gisteren... bij heel mooi weer zaten ze buiten aan hun camper geïnterviewd heb. Die foto's zijn er niet, of die film is er niet. Beste mensen, tot de volgende keer.